Lieve mensen, het is weer tijd voor een QA. We hebben een aantal ledenvragen over fitness, over voeding, over creatine. Welke supplementen zijn het beste voor spiergroei? Wat moet je eten rondom je workout? Allerlei super interessante onderwerpen die we gaan aanstippen vandaag. Uh, hoeveel biceps en triceps oefeningen moeten je doen? Noem het maar op. Het zijn er een heleboel. Dus ik, ik ga mijn best doen om ze allemaal. Uh, doeltreffend en bondig te beantwoorden. Zodat alle mensen die een vraag hebben ingestuurd. een waardevol antwoord krijgen. En uh, zodat het ook nog eens een beetje. Uh, nou, overzichtelijk blijft qua. duratie. Uh, ik vind het sowieso altijd heel erg tof. om deze afleveringen te doen. Want uh, nou, het is gewoon super cool. dat er allemaal mensen geïnteresseerd luisteren. Dat ze hun vragen insturen. En op deze manier voelt het ook. alsof we lekker. Uh, ja. Interactie met elkaar hebben. Dus, uh, dus heel erg bedankt alle mensen die luisteren, alle mensen die vragen hebben ingestuurd, uh, ingestuurd, We gaan er zo direct diep induiken. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Bernard Reijling, eigenaar van Project IJzersterk en met ons team hebben we al meer dan 1200 mensen geholpen om op een duurzame manier vet te verliezen, spier op te bouwen, sterker te worden en een gezonde levensstijl aan te leren. Dat is wat we doen. We hebben inmiddels ook al acht mensheld covermannen geholpen met hun transformaties voor de cover van het bekende fitnesstijdschrift. Dus uh, uh, dat is uh, wat wij doen en daarom maken we deze podcast om jullie te helpen om ook fitter, sterker, gezonder gespierder te worden. En gaan we nu jullie vragen beantwoorden. Let's go! Welkom bij Project Ijzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we Ijzersterk. Oké! Okay. Hoeveel biceps en triceps oefeningen adviseer jij voor een goed bovenlichaamprogramma? Nou Guido, dat hangt van drie zaken af. Nummer 1 is hoeveel sets jij nodig hebt om te groeien. Dat verschilt per persoon. Maar een goed startpunt wanneer je je bovenlichaam twee keer in de week traint... is vijf of zes sets per workout. De tweede factor is welke compound oefeningen je doet. Want doe je bijvoorbeeld een chin-up voor je rug, dan wordt je biceps daar ook flink mee belast en zul je dus minder isolatieoefeningen nodig hebben. En nummer drie is hoeveel tijd jij beschikbaar hebt. Hoe meer verschillende oefeningen je doet, hoe minder efficiënt je workout is, omdat je meer moet wisselen van plek in de gym. Dus dan kun je misschien beter minder oefeningen doen waarvan je meer sets doet. Nou, lang verhaal kort. In de meeste gevallen is één of twee isolatieoefeningen voor de biceps en de triceps meer dan voldoende voor een goed bovenlichaamprogramma. De volgende, Mark Evers vraagt: welke supplementen raad je aan voor meer spiergroei en kracht? Nou, Mark, eiwitshakes zijn overbodig als je voldoende eiwitten eet. Vitaminen zijn overbodig als je een gezond eetpatroon hebt. En de meeste andere supplementen zijn gebakken lucht. Eigenlijk is vooral creatine het overwegen waard. Maar ook zonder creatine kun je groot en sterk worden. Supplementen zijn hoogstens de kers op de taart. Wil jij groot en sterk worden, dan moet je hard trainen, goed eten en geduld hebben. De volgende vraag van B. Buron. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij vraagt: val je af als je in een calorietekort zit, maar wel veel vetten eet? Ja, het maakt niet uit of jij veel koolhydraten, of juist veel vetten of gigantisch veel eiwitten eet, zolang jij in een calorietekort zit. Val je af. Het gevaar met vetten is wel dat ze heel veel calorieën bevatten. Dus als je heel veel vette producten eet en niet op je totale calorieinname let, dan is de kans groter dat je te veel calorieën binnenkrijgt. Maar zoals gezegd, als je in een calorietekort zit, val je af. Maar je wil natuurlijk niet zomaar afvallen, je wil vet verliezen en zoveel mogelijk spiermassa behouden. Of zelfs opbouwen. En daarvoor zul je ook goede krachttraining moeten doen. En natuurlijk de juiste hoeveelheid eiwitten binnenkrijgen. En een goede nachtrust hebben. Jeroen Heveling vraagt: Kun je creatine gebruiken tijdens het afvallen? Dat is een vraag die we vaker krijgen. Mensen die bang zijn om creatine te gebruiken tijdens het droogtrainen. Want uh, je lichaamsgewicht stijgt toch als je creatine gebruikt? Nou, dat kan inderdaad gebeuren in de eerste weken dat je begint met creatine nemen, maar dat heeft niks te maken met het vetverliesproces. Het komt namelijk omdat als je creatine gebruikt je ook wat meer vocht vasthoudt. Dat vocht wordt niet onder de huid opgeslagen, dus het zorgt er niet voor dat je minder spierdefinitie hebt. Het wordt in de spier opgeslagen. Het komt namelijk omdat als je meer creatinefosfaat in je spier opslaat dat dat vocht aantrekt in die spier. Daardoor kan je lichaamsgewicht ook wat omhoog komen wanneer je begint met creatine nemen. Maar dit zou over een week of twee moeten stabiliseren en dan zul je gewoon weer zien dat je lichaamsgewicht daalt en dat je vet aan het verliezen bent. Dus creatine nemen tijdens het afvallen helemaal geen probleem. Succes met je droogtrainfase, Jeroen. Lieke vraagt is het verstandig om te trainen als je spierpijn hebt? We weten natuurlijk dat je goed moet herstellen tussen de workouts... en dat je herstelcapaciteit een belangrijke factor is... voor jouw spier- en krachttoename op de lange termijn. Dus betekent dat dan niet dat je spierpijn helemaal hersteld moet zijn... voordat je weer gaat trainen? Nee, dit is niet het geval. Tegen die intuïtie in kun je prima af en toe door je spierpijn heen trainen. Maar let wel op, als je altijd gierende spierpijn hebt... wanneer je een spiergroep weer gaat trainen... Dan doe je waarschijnlijk te veel of kun je niet goed herstellen. Dan zijn er drie dingen die je kunt doen. Dat is één: iets minder training per workout, de belasting iets verminderen. Nummer twee is je workouts wat verder uit elkaar plaatsen, dus een dag langer ertussen. Of nummer drie is je herstelcapaciteit verbeteren via voeding en nachtrust. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Nathan vraagt, hoeveel kilo spiermassa kun je aankomen tijdens een clean bulk van acht maanden? Nou, laten we eerst even doornemen wat die termen betekenen. Dus hij zegt een clean bulk. Nou, wat hij daarmee waarschijnlijk bedoelt is gewoon een bulk waarbij je ervoor probeert te zorgen om zo min mogelijk vet aan te komen. En um, uh, een bulk is sowieso een periode waarin je je voeding en training inricht om maximaal spiermassa op te bouwen. Daarin ga je rustig aan proberen aan te komen door een calorieoverschot te creëren. En op die manier uh, zul je het spiergroeiproces kunnen versnellen. Maar let op, want de bulk is een trainingsfase die heel vaak misgaat. En met misgaat bedoel ik dat mensen onnodig veel vet aankomen terwijl ze spier proberen op te bouwen. En eigenlijk na een paar maanden uh, ja, nauwelijks spiermassa hebben opgebouwd en vooral heel veel vet hebben gewonnen. Dus wat kun je daar uh, tegen doen en hoe snel wil je aankomen? Ik raad aan om op een laag tempo aan te komen. Ongeveer een kwart procent van je lichaamsgewicht per week. Doe je dit bijvoorbeeld 32 weken lang, circa 8 maanden, dan is dat ongeveer 8% van je lichaamsgewicht. Hoeveel daarvan spiermassa is, hangt af van drie factoren: 1. Hoe effectief je trainingsprogramma is. 2. Hoe goed je herstel en voeding zijn. En 3. Natuurlijk je genen. Doe je het heel goed? Dan is het voor een groot gedeelte spier en een beetje vet en een beetje vocht. Verneuken je, je groeifase omdat je training, voeding en herstelbagger zijn, dan is het vooral vet. Dus hoeveel kilo dat in jouw geval zal zijn, hangt af van jouw persoonlijke situatie en kan ik niet Nauwkeurig inschatten zonder meer van je te weten. Maar ik hoop dat je daar wat aan hebt. Dan gaan we naar de volgende vraag van Milan. Milan Minnaert vraagt tips voor bulkmaaltijden zonder koelkast en zonder magnetron. Nou, ik ga er eventjes vanuit dat dit om op het werk gaat. of uh, wanneer je buiten de deur bent. Want ik neem aan dat je thuis wel een koelkast en een magnetron hebt. Dus een paar tips voor makkelijke maaltijden om mee te nemen zijn bijvoorbeeld iets van zuivel kopen bij de supermarkt. en fruit, noten en eventueel granola toevoegen. Uh, je kan wraps maken thuis met, uh, met kip of met beef of met eieren of met uh, vegetarische opties uh, en die meenemen. Uh, je kunt eieren koken en die meenemen. Je kunt wat daar, daar wat fruit, groentes en brood bij eten. En je kunt eventueel maaltijdshakes maken en die meenemen. Dus de meeste dingen zullen niet in een paar uur bederven wanneer je dat zonder koelkast meeneemt. Maar je kunt altijd een koeltas cool gebruiken. En, en om ze specifiek voor de bulk te maken. Ja, zul je zelf moeten kijken naar wat is mijn caloriebudget, hoeveel macro's moet ik binnenkrijgen, hoeveel koolhydraten, eiwitten en vetten en hoe sluit ik deze maaltijdopties daar op een goede manier op aan. Dat hangt natuurlijk heel erg af van persoon, dus ik kan nu wel zeggen maak, maak een maaltijdshake van 1500 calorieën met, uh, met liter spinnenkaas erin, maar dat zal voor de ene persoon veel te veel zijn en voor de ander misschien te weinig. Onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. Dan hebben we een vraag uh, over cardio en krachttraining. Jessica vraagt: Hoe kun je het beste kracht en cardio tegelijkertijd verbeteren? Nou, Jessica, uh, dat is een hele goede vraag. En je hoort vaker van: Hey, hoe, uh, staan deze dingen elkaar niet in de weg? En uh, ja, in theorie staan ze elkaar een beetje in de weg. Want als we naar de extreme kijken en we kijken naar hoe een marathonatleet eruit uh, ziet. en bijvoorbeeld een powerlifter, dan hebben die enorm andere lichamen. Een powerlifter is heel groot, heel veel spiermassa, heel zwaar. En een marathonatleet is vaak heel slank, heel weinig spiermassa en die is heel efficiënt op de lange afstand. Um, dus er zitten grote verschillen tussen de trainingsvereisten en de trainingseffecten van deze twee sporten. Dus van meer duur sporten en meer krachtsporten. Dus het is inderdaad zo dat als je heel veel cardio doet, dat, dat je spiergroei en krachttoename wat in de weg zou kunnen zitten. Maar of dit voor de meeste mensen een relevante zorg is, betwijfel ik. Ik denk dat de meeste mensen zonder zich al te druk te maken cardio kunnen doen, krachttraining kunnen doen en op beide zaken vooruit gaan. Let op deze drie dingen als je het zo goed mogelijk wilt doen. Nummer 1. Het liefste doen we kracht en cardio op andere dagen. Hoe verder je deze twee trainingsprikkels van elkaar vandaan houdt, hoe minder het conflicterende effect zal zijn. Doe bijvoorbeeld op maandag kracht, dinsdag cardio en dan op woensdag weer kracht. Nummer 2. Hou je trainingen specifiek. Zorg dat wanneer je krachttraining doet, dat je ook echt alleen voor kracht- en spiergroei bezig bent. En nummer drie, zorg dat je voldoende eet en herstelt tussen de workouts door. Zodat je weer optimaal kunt presteren bij je volgende sessie. Ik hoop dat je daar wat aan hebt, Jessica. En heel veel succes met je kracht- en cardio-doelstellingen. Dan gaan we naar de volgende vraag van Thijs. Thijs zegt: Ik weet dat het bij jullie vooral om het uiterlijk gaat. Maar heb je tips als je vooral sterker wilt worden? Nou, Thijs, het gaat bij ons zeker niet vooral om het uiterlijk. We helpen mensen inderdaad uh, vaak om vet te verliezen, om spiermassa op te bouwen. Maar uiteindelijk gaat het vooral om de levenskwaliteit. Het gaat om dat we helpen mensen helpen om op een duurzame manier lekker in hun veld te zitten, gezonder, sterker gespierder te zijn en een lichaam te hebben waar ze zich uh, goed bij voelen. Maar niet alleen een lichaam, ook een levensstijl waar ze zich goed bij voelen. Als het ons alleen om uiterlijk zou gaan, dan zouden we al het andere opofferen. Namelijk levenskwaliteit, gezondheid, etcetera. Dat doen we zeker niet. Uh, maar. Lekker in je vel zitten en een uitstraling en uiterlijk hebben waar je uh, trots op bent, is natuurlijk voor veel mensen wel een heel uh, toffe doelstelling. Uh, we helpen mensen ook zeker met het opbouwen van kracht. Ik heb zelf ooit uh, powerlifting uh, gedaan, ook uh, coaching geweest, helemaal niet in een heel hoog niveau hoor, maar we weten er zeker uh, wat van. Dus de vraag is, heb je tips als je vooral sterker wilt worden? Jazeker, volg deze drie richtlijnen als maximale kracht je hoofddoel is. Nummer 1 is perfectioneer je techniek. Kracht is een vaardigheid. Hoe beter je bent in een bepaalde beweging, hoe meer gewicht je zult kunnen verplaatsen en je voorkomt blessures. Nummer 2 is zwaar trainen. Zorg dat je de bewegingen waar je sterker in wilt worden regelmatig tussen de 1 en 6 repetities doet met een gewicht wat daarop aansluit. Nummer drie is bouw spiermassa op. Wil jij zo sterk mogelijk worden op de lange termijn, dan zul je moeten groeien. Dus zorg dat je periodeslang specifiek in spiergroei werkt. om je krachtpotentie te vergroten. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt, Thijs. Uh, het is sowieso een tof proces om jezelf uh, je eigen grenzen te verleggen. Ik weet uh, hoe gaaf het voelde om nou, voor het eerst je uh, uh, te gaan squatten. en dat steeds zwaarder te kunnen doen. en op een gegeven moment gewicht op je rug te hebben waarvan je nooit had gedacht dat je ze zou kunnen verplaatsen, dus sowieso heel veel succes. En laat het vooral weten als je weer een vraag hebt. Dan gaan we door naar een vraag van Yves of Ives Halewijn. Uh, sorry als ik je naam, uh, ik, ben, ik ben even kwijt hoe ik hem goed moet uitspreken, excuses daarvoor. Hij vraagt, moet je je macro's voor of na het koken afwegen? Dat is een hele goede vraag, want het kan een hele grote invloed hebben op hoeveel calorieën je uiteindelijk consumeert. Maar het kan eigenlijk allebei. Je kunt voor het koken wegen en je kunt na het koken wegen. Maar wat heel belangrijk is, is dat wanneer je je calorieën uiteindelijk gaat trekken, dat je dan ook de macro's berekent op basis van het gekookte of het ongekookte product. Als je bijvoorbeeld je rijst voor het koken afweegt, maar uiteindelijk je macro's berekent op basis van gekookte rijst, dan zijn je calorieën ongeveer de helft van wat ze moeten, zouden moeten zijn. Dus voor of na het koken kan allebei. Ik vind zelf voor het koken het makkelijkst. Uh, maar zorg er in ieder geval voor dat als je voor het koken weegt, je de, de macro's en de calorieën van voor het koken berekent. En als je na het koken weegt, andersom natuurlijk. Dus um, that's it. Doe wat voor jou het makkelijkste is. En zorg dat je de uitsluitende macro's en calorieën berekent. Dus in de meeste apps, calorieëntrekkers kun je bijvoorbeeld rijst of andere producten zowel gekookt als ongekookt vinden. En dan zul je dus zien dat die twee... Hele andere um, macro's en calorieën hebben omdat ze gewoon minder of meer vocht bevatten. Dus rijst bijvoorbeeld zuigt vol met vocht en daardoor is het veel zwaarder als het gekookt is. En zijn dus de calorieën per 100 gram veel lager als het gekookt is. Maar als, je bijvoorbeeld, oh, als we het over kipfilet of bijvoorbeeld vlees hebben, nou, dat verliest vaak vocht wanneer je het kookt of bakt. Dus dan is het gewicht juist lager wanneer het gekookt is... en bevat het meer calorieën per 100 gram dan voor het koken. Dus dat is heel erg belangrijk dat je die twee goed onderscheidt... en dat je dus de juiste hoeveelheid calorieën en macro's berekent... op basis van het gekookte of het ongekookte product. Dan hebben we de volgende vraag van Tijmen. Tijmen, tof dat je weer een vraag uh, instuurt. Tijmen vraagt, de caloriebalans werkt niet... doordat iemand insulineresistent is. Wat doe je? Ik ga eerst even heel kort door de bocht... De caloriebalans werkt wel. De caloriebalans werkt altijd. Dus als iemand niet afvalt, dan zit diegene niet in een calorietekort. Het kan wel extra moeilijk zijn om een calorietekort te creëren wanneer iemand metabolische afwijkingen of aandoeningen heeft. Maar als diegene op de lange termijn in een calorietekort zit, dan zal die afvallen. Nou, manieren waarop je dat calorietekort kunt creëren zijn natuurlijk door meer te bewegen. En dat zal ook de insulineresistentie verbeteren. Dus verminderen. En uh, daarnaast natuurlijk minder calorieën te eten. Dus wanneer je merkt, ik weet dat Tijmen uh, ook een fitnessprofessional is, wanneer je merkt dat iemand niet afvalt, dan zou ik vooral kijken, nou klopt het uh, wat iemands calorieinname is? Of is hij misschien onbewust of bewust meer calorieën aan het consumeren dan het budget dat je voor diegene hebt opgesteld? En kunnen we, uh, nou, gezondheid, uh, insulineresistentie. Etcetera verbeteren en de verbranding verbeteren door bijvoorbeeld meer activiteiten te gebruiken, een stappendoel, etcetera. En als je dan merkt dat iemand zijn calorieinname wel klopt en al best wel actief is, nou, dan moet die calorieinname simpelweg omlaag. En dan moet je natuurlijk slimme keuzes gaan maken in je voeding om ervoor te zorgen dat iemand minder calorieën binnenkrijgt, maar nog wel lekkere en vullende maaltijden kan eten. Ik hoop dat je daar wat aan hebt, uh, Tijmen. Tof dat je weer een vraag hebt ingestuurd. Dan gaan we nu naar, door naar Enzo. Enzo vraagt hoe kun je het beste je voortgang in de gym bijhouden? Goeie vraag. Om het simpel te maken hebben we deze drie Stappen. Nummer 1 is gebruik benchmark oefeningen die je voor een langere tijd in je programma houdt. Als je regelmatig al je oefeningen verwisselt, dan kun je je progressie niet goed meten. Nummer 2 is gebruik een digitale of fysieke notitie om je prestaties op deze oefeningen bij te houden, zowel in gewicht als repetities. En stap 3 is probeer je gewicht en repetities over tijd stapsgewijs te verhogen en check over de weken en maanden heen hoe je vooruit gaat. En op die manier creëer je dus een duidelijk inzicht in uh, een aantal soorten, ja. Kernoefeningen die jij vaak in je programma houdt. Neem bijvoorbeeld een dumbbell press, een bench press, een squat of een, of een leg press. Oefeningen die jij uh, nou ja, tof vindt. Uh, waar je uh, met plezier mee bezig bent. en die natuurlijk effectief zijn voor spiergroei. Die hou je op langere tijd in je programma. Op die manier krijg je goed in kaart. of de verschillende uh, spiergroepen en uh, lichaamsdelen vooruit gaan over de lange termijn. Hou er rekening mee dat krachtprogressie op de korte termijn niet zo heel veel zegt over je uh, groeien, Want er zit een heel groot neurologisch component in krachtprogressie. Dus als je sterker wordt op een bepaalde oefening... dan betekent dat ook dat je gewoon neurologisch... qua techniek en qua aansturing uh, beter bent geworden in die oefening. Dus als jij uh, net een nieuwe oefening in je programma doet... zeg bijvoorbeeld een military press, die heb je een hele tijd niet gedaan... dan dus zul je in de eerste weken grote stappen vooruit kunnen zetten... ook zonder dat je spier massaal... Opbouwt. Je bent simpelweg efficiënter in de beweging en dus kun je meer gewicht verplaatsen. Dus alleen wanneer we oefeningen echt langere tijd in het programma houden en, uh, en, en op de lange termijn die progressie bijhouden, uh, zegt het iets betrouwbaars over uh, je spiergroei. Als dat natuurlijk je doel is. En voor kracht uh, is het natuurlijk ook belangrijk om oefeningen. Vaak en voor langere tijd te uh, behouden. De volgende vraag is van Ronnie. Die vraagt: hoe voorkom je overeten tijdens een bulkperiode? Nou, Ronnie, dat is een hele goede vraag. En dat is niet alleen een uitdaging tijdens een bulk. Alhoewel we het vaak merken dat mensen dat tijdens een bulk uh, toch uit de bocht schieten. omdat ze denken: nou, lekker aan het bulken. Lekker veel eten, want ik ben lekker aan het groeien en dan gewoon vooral veel vet aankomen. Heel erg zonde. Maar dat gebeurt natuurlijk ook uh, tijdens een droogtrainfase. Tijdens de droogtrainfase zien we ook dat dat veel uh, gebeurt. Dat mensen uh, moeite hebben om consistent te zijn in hun dieet. Uit de bocht vliegen en daarmee hun harde werk te niet doen en uh, niet afvallen of minder een resultaat behalen dan ze graag zouden willen. Dus dit zijn vijf tips om consistent te zijn met je voeding voor vetverlies. En voor spiergroei. Nummer 1 is: Fuck variatie. Structuur maakt simpel. Variatie betekent vaak gewoon een gebrek aan structuur, en een gebrek aan structuur betekent een grotere kans op overeten. Nummer 2 is: Eet elke dag rond dezelfde tijden. Je biologische klok raakt hier aan gewend, en op die manier heb je minder last van trek en is je vertering en je verbranding beter. Nummer 3 is: Kies vaste recepten. Creëer een vaste selectie aan lekkere en vullende maaltijden die in jouw caloriebudget passen en eet die consistent. Op die manier hoef je minder na te denken over je boodschappen, over je voorbereiding, over wat je precies naar je werk mee moet nemen en wordt je succes groter. Nummer 4 is geen cheat meals. Alle rijmen los betekent al snel duizenden calorieën te veel. Je kunt best genieten, maar doe het met mate en hou rekening met de caloriebalans. En nummer vijf is, verminder stress, vermoeien en verveling. Als jij mentaal lekker gaat, dan gaat je dieet ook beter. Ik hoop dat je wat hebt aan die tips Ronnie. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Dan gaan we door naar alweer de laatste vraag van uh, vandaag. En de vraag is van JR. En uh, JR vraagt, wel of geen shake tijdens de training? Goeie vraag. Um, er wordt natuurlijk van alles gezegd over suppletie, voor, tijdens na je training. Wat voor wat de beste pre- en post-workout maaltijd zijn. En de meeste mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ze denken: fuck, weet je, hoe laat moet ik precies mijn eiwit hebben? Moet ik die naar mijn tweede of naar mijn derde oefening? Of moet ik die binnen een half uur naar mijn training? Of juist niet. Of moet ik eerst gaan douchen? Of moet ik koud of warm douchen? En welke moet ik nou creatine s'morgens of s avonds? En waar het is, het maakt allemaal niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, het maakt wel wat uit, maar die effecten zijn zo klein en echt zo te verwaarlozen in vergelijking met hoe intensief je traint, hoe goed je trainingsprogramma is, hoe goed je nachtrust is, of je consistent de juiste calorieën en eiwitten binnenkrijgt. Al die dingen hebben zoveel grotere invloed dat um, ik het heel. Nou ja, je merkt het, ik heb er passie over. Uh, jammer vind dat er zoveel verwarring ontstaat door de aandacht op de kleine details. Want het zijn niet de kleine details die het verschil gaan maken. Het is consistentie op de basis. Het is consistentie op de grote factoren die, dat het verschil gaat maken. Maar om even terug te komen op je vraag. En wil wel of geen shake tijdens de training. Nou, het antwoord is eigenlijk simpel. Wil jij optimaal groeien? Zorg dan dat je maaltijd voor en na je training allebei voedzaam en eiwitrijk zijn en dat ze maximaal zo'n 6 uur van elkaar verwijderd zijn. Op die manier heb je rondom je workout voldoende voedingsstoffen in je systeem om optimaal te presteren en te groeien en dan hoef je dus niks anders dan water te drinken tijdens je workout. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Het ligt waarschijnlijk niet aan jou, maar het ligt aan het plan dat je volgt. Je kunt wel hard je best doen, maar als het plan niet effectief of duurzaam is, zul je geheid falen en je motivatie verliezen. Wij helpen mensen zoals jij het plateau doorbreken en transformeren in 12 weken. Als je het zat bent om veel moeite te stoppen in weinig resultaat, meld je dan aan voor een vrijblijvende kennismaking via onze website: www.projectijzersterk.nl. Terug naar de podcast. Supergoeie vragen weer vandaag. <klas> Ik ben er gewoon een beetje schoor van geworden. Um, ik vond het sowieso heel erg leuk. Ik heb ze geprobeerd om voor te bereiden. zodat ik ze bondig en treffend kon beantwoorden. Daar zijn we eigenlijk best wel snel door een hele hoop vragen heen gegaan. Dus ik hoop dat dat waardevol uh, was uh, voor jullie allemaal. Ik vond het sowieso leuk om te doen. En wat ik misschien nog wel eventjes wil toevoegen. is dat we dus vaak vragen krijgen over de details. En zoals ik net al uh, zei. bij de laatste vraag is dat uh, naar mijn idee. Uh, zijn er eigenlijk twee redenen dat mensen geen resultaat boeken? En dat, of, of weinig resultaat, of wel resultaat boeken, maar weer terugvallen. En dat is eigenlijk nummer één, is, ze doen dingen die gewoon simpelweg niet efficiënt, uh, effectief zijn. Dus dingen die gewoon simpelweg niet werken. Dus een training is gewoon niet effectief voor spiergroei. Of um, ze doen bijvoorbeeld uh, keto-dieet of intermittent fasting, maar ze krijgen gewoon alsnog te veel calorieën binnen. Weet je, dan kun je wel je best doen. Maar als je training niet effectief is of je voeding klopt niet... Ja, dan ga je gewoon geen resultaat zien. Dus dat is nummer één. De eerste reden is... hetgene wat je doet, werkt niet. Hoewel dat een, voor veel mensen een, een echt de oorzaak is... van waarom ze niet vooruit gaan... zijn er ook heel veel mensen die gewoon prima effectief te werk gaan... maar die hebben een ander probleem. Het tweede probleem is namelijk dat ze het plan niet vol kunnen houden. En dat zien we heel veel. Uh, en... Dat ligt een beetje aan, uh, aan mooie marketingpraatjes, super quick fix uh, oplossingen, zoals een juice dieet, sportfasten of een heel extreem, heel kort afvalprogramma. Um, je, die dingen leveren geen duurzaam resultaat. Omdat het geen duurzame strategie is. Als je iets maar een paar weken kunt doen en daarna gillend gek wordt, dan gaat het je nooit resultaat voor de van je, rest van je leven opleveren. Um, dus een tweede belangrijke reden waarom mensen niet hun droomlichaam bereiken of niet, niet mooi progressieboeken op de lange termijn, is dat ze het plan niet vol kunnen houden. En daarom willen we verder kijken dan alleen hoeveel resultaat levert iets op op de korte termijn. Want als we alleen kijken naar wat, is effect wat, is, zeg maar, wat levert resultaat op, nou, dan zijn misschien denken: oké, okay, crash dieet is super effectief, uh, want je valt heel snel af. Uh, maar ja, als je na uh, twee maanden weer terug op je startgewicht bent... hoe effectief is het dan echt? Dus uh, ik denk dat we de, de betekenis van effectiviteit moeten veranderen. Effectiviteit is niet ho alleen hoeveel resultaat levert het op. Theoretisch, hè? want een crash diet kan theoretisch heel veel gewichtsverlies opleveren. Nee, effectiviteit is hoe uh, groot is de kans dat dit op de lange termijn... Het gewenste resultaat oplevert. En iets kan alleen op de lange termijn kans maken om het gewenste resultaat op te leveren, als het ook nog eens goed vol te houden is in jouw situatie. En dat maakt de vraag van: wat is effectief? gewoon een ingewikkeldere vraag. En, uh, en helaas uh, is het gewoon niet zo simpel. Maar als we iets, als we dingen te simpel proberen te maken. Dan, uh, ja, dan krijg je gewoon een verkeerd antwoord. Als we de verkeerde vraag stellen, dan krijg je een verkeerd antwoord. Dus als je alleen vraagt, hoe kan ik zo snel mogelijk afvallen? Nou, dan is het antwoord een crash dieet, of jezelf uithongeren... of weet ik veel, uh, elke dag een marathon rennen... en, uh, en op een houtje bijten. En uh, dat gaat gewoon niet op de lange termijn het gewenste resultaat opleveren... omdat je zoiets gewoon nooit uh, wilt volhouden. Waarschijnlijk. Misschien, uh, waarschijnlijk niet kunt volhouden, maar waarschijnlijk ook niet wilt volhouden... omdat je levenskwaliteit te veel in de weg zit. Dus... Um, wat ik wil zeggen is laten we samen, en ik ben heel blij dat jullie samen met mij op deze reis uh, zijn op zoek naar uh, de beste strategie. Ik ben er, uh, we zijn er al jaren mee bezig en gelukkig uh, gaat dat heel erg goed. Uh, maar waar wij met onze leden uh, naar proberen te kijken is dus niet alleen, oké, okay, wat levert het beste potentiële resultaat op? Wat levert in theorie uh, resultaat op? Maar ook, hoe maken we dat op een duurzame manier? passend in iemands levensstijl, zodat het echt effectief is op de lange termijn, zodat de kans van slagen op de lange termijn zo groot mogelijk is. Dus um, als soort van samenvatting van het thema van veel van de vragen uh, wil ik dus um, eigenlijk twee dingen zeggen. En dat is één, kijk dus niet alleen naar hoeveel resultaat iets oplevert, uh, maar ook naar hoe realistisch het is en hoe je het uh, om dat op een lange termijn te blijven doen. Maar nummer twee is ook. Um, het gaat niet. Door al die. Door de. te druk te maken over de details. Bijvoorbeeld of je. Nou, tijdens je workout een, een shake neemt. Of. Um, hoeveel. Uh, oefeningen voor je biceps. Uh, optimaal is. Uh, verliezen we soms. de grote zaken uit het oog. En ik wil niet zeggen dat trainsprogrammering. Uh, of een eiwitinname niet heel erg belangrijk is. Jawel, maar de timing exact en welke oefeningen precies, is veel minder belangrijk dan dat jij op de lange termijn de basale zaken goed blijft doen. En om dat een beetje samen te vatten, willen we dus nou, uh, de caloriebalans handhaven, we willen een calorieoverschot en tekort creëren voor gewichtsverlies of gewichtstoename. We willen natuurlijk voldoende eiwitten binnenkrijgen. We willen uh, een goed trainingsprogramma hebben met de juiste techniek en intensiteit trainen. En we willen natuurlijk een beetje kunnen herstellen tussendoor. Dus een beetje aardige nachtrust en een goede routine. Nou, als die dingen op orde zijn, dan kun jij een fantastische transformatie realiseren. Met die simpele regels, uh, weet je, de, de transformaties die je bij ons gezien hebt van Thomas van der Vlucht, van Jufat Westendorp, uh, van onze coaches, onze klanten, zijn meestal met hele simpele spelregels bereikt. Waar de complexiteit zit, is niet in wat wel of niet werkt. De complexiteit zit hem vooral in hoe uh, maak een implementatie, een executie, een uitvoering. Hoe gaan we ervoor zorgen dat je dit uh, op de korte en op de lange termijn onderdeel maakt van jouw dagelijkse levensstijl, van jouw van jou, van jou, uh, dagelijkse routine? Daar zit vaak de meeste complexiteit. Want uh, in theorie kan iedereen afvallen. En de caloriebalans, zoals eerder gezegd, werkt in principe voor iedereen. Maar uh, toch zijn er heel weinig mensen succesvol om gewicht te verliezen op de lange termijn. Dus waar zit dat hem in? Dat zit hem in implementatie. Dat komt omdat ze simpelweg hun dieet of hun levensstijl niet vol kunnen houden. Dus nou, ik hoop dat dit een beetje, het is, wordt een beetje een langdradig verhaal... maar een perspectief verschaft. Ik vond het heel erg leuk... Om jullie vragen te beantwoorden, om weer uh, door uh, nou lekker deze interactie met jullie te hebben. Dus ik hoop dat jullie voor de volgende QA weer een hoop vragen blijven insturen. Blijf lekker bezig met fitness, met voeding. Jullie inspireren mij enorm en ik hoop heel erg dat jullie hier waarde uithalen. Uh, vond je dit nou tof? Luister je voor de eerste keer? Zorg dan dat je even abonneert op dit kanaal. Uh, want dan weet je zeker dat je de volgende aflevering ook te zien krijgt. En daarmee steun je mij ook enorm uh, in mijn missie om meer mensen. Te bereiken met een oprecht, eerlijk en effectief beeld van hoe je fit, gezond en sterk blijft voor de rest van je leven. Dus eh, nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.